Lieve jury, het leek zo makkelijk je vriend fotograferen, want hij is zo knap. Maar het is natuurlijk zo moeilijk. Want je moet kiezen hoe ga ik hem fotograferen. En het gevaar bij zo'n leuke knappe gast is dat het op een tandpasta reclame gaat lijken. Of op een, op iets commercieels. En het moest een portret zijn. En je moest aan het portret kunnen zien dat wij van elkaar houden en dat we dierbaar zijn voor elkaar en al die dingen. Dus ik heb de foto gezocht die dat hopelijk het beste uitdrukt. Je ziet hoe hij me aankijkt en je ziet dat ik hem fotografeer. Dus dan weet je echt zeker dat hij mij aankijkt en niet een willekeurige fotograaf van wie die niet zoveel houdt. Nou, dat is de foto die ik gekozen heb. Niet naakt onder de douche, hoe smakelijk ook. Maar die foto verkoop ik wel aan een leuk doucheschuimmerk of iets dergelijks. Dus ik heb de spiegel waar het allemaal is gebeurd, die zie je hier achter me. En ik hoop dat deze foto uw goedkeuring kan wegdragen. Hij is scherp, dat weet ik zeker. Hoe leuk is dat? Een scherpe foto. Mijn eerste, of misschien mijn tweede. Wel fijn. Nou, tot ziens.